Het directoraat cultuur heeft vanmorgen een à la conde repetitie georganiseerd in de vorm van een cook-out met muziekoptredens. Het evenement is georganiseerd om de verschillende culturen die Suriname rijk is te promoten, geeft onderdirecteur Clifton Braam aan. Wat we vandaag willen doen is dat we verschillende groepen bij elkaar brengen, onze diversiteit laten zien door middel van culinair, kunst, craft, muziek en vooral ook jonge ondernemers de gelegenheid geven natuurlijk om te laten zien wat ze hebben en tentoon te stellen wat ze hebben. En dat is dus die à la conde repetitie. Het is belangrijk dat je op gezette tijden al die culturen bij elkaar brengt om samen iets te doen. En dat doen we vandaag hier. Het is niet de eerste keer. We hebben het natuurlijk vaker gedaan. Maar misschien is deze setting iets anders. En dit zal natuurlijk wel de trend gaan zijn. Zal de trend worden voor de toekomst. We hebben nu al aanvragen om dit ook op andere plekken te organiseren. Weet je wel, dat we diverse groepen bij elkaar brengen om te laten zien wat we in huis hebben. De à la conde repetitie bestaat uit crafts, kunst, culinair en podiumkunsten. Om de verschillende culturen te behouden, zal het directoraat volgens Braam iedereen proberen te faciliteren. Cultuur gebeurt daarbuiten. Wij van het directoraat moeten proberen zo goed mogelijk te faciliteren. En daarom hebben we dagelijks hier over de vloer groepen, verenigingen, noem maar op. Iedereen die probeert op zijn of haar manier haar cultuur te behouden, maar ook over te dragen aan de jongeren. Want dat is natuurlijk het belangrijke, dat we moeten stimuleren een stukje overdracht. Jongeren moeten weten hoe het precies zit. En wij stimuleren dat van het directoraat cultuur. Wij proberen natuurlijk waar nodig ook in te komen om verenigingen en groepen te helpen. En daarom zul je ook zien dat bijvoorbeeld dit soort activiteiten van eminent belang zijn. Dat mensen een beetje leren. Daarom roepen we, u zult later ook zien, er gaan scholen hier komen. Ook om veel meer te weten over bijvoorbeeld de archeologische dienst. Moeten we niet onderschatten. Hoe is het geweest met de spullen van vroeger? Weet je, dat zijn de dingen die we moeten vasthouden. En daarom is het belangrijk dat we gaan werken. Want alles dat we hebben is een stukje erfgoed. En erfgoed moet je goed conserveren. Erfgoed moet je weten over te dragen, want dat is wat maakt dat wij zo rijk zijn in Suriname. Onze multiculturele erfgoed. De à la conde repetitie is gehouden op het terrein van cultuur.